Let's go. Het is toch belangrijk dat we mee. Laptop mee? Ja. Lader mee, ja. Camera, check. Dat is het belangrijkste. Cameraman. Check. Check. eerste bijna faling van de race. Onze cameraman verhad bijna zijn computer. Last night, a DJ saved my life. Ja, nu zijn we goed, hè. Small, normal, large. Fuck the normal. Steen alweer. Ik ben een beetje kwestig geweest met mijn mobiel internet in België. Ik heb niets meer. We zijn de weg kwijt. We zijn niet de weg kwijt, maar we vinden het hotel eventjes niet. Hopelijk vinden we het met Reinoud zijn GPS. Nu staan we ergens onder de brug, dicht bij Amsterdam. Vindt je het? Nope. We vinden het niet. Het één is... Kloveniersbergwal. Hier moeten we naartoe. We zijn er. Hotel Nes. Ja, zoomen is niet mijn beste punt, maar we zijn er. Het regent een beetje, laten we ons niet door het heen houden. We zitten echt pal in het centrum. Dat wist ik wel als ik het boekte, maar we zitten veel meer in het centrum dan ik dacht. Positief. Sleutel vergeten. Goedemiddag. Hi. Ik heb gereserveerd. Ah ja, godverdomme. Ik heb geen identiteitskaart mee. Moet je mijn identiteitskaart hebben? Ah ja, voilà. Heb je nog een kaartje? Ik ga even kijken. Jouw kende. Ja, oké, jullie geloven het of niet? Maar ik vind het kaartje van de parking al niet meer terug. Aha! Jepla! Eerste stop. Banden pompen. Vergeten. Ook tot het besef gekomen dat ik zowel mijn identiteitskaart als mijn rijbewijs vergeten ben. Maakt niet zoveel uit. We mochten binnen. Gelukkig. Het is de eerste keer dat ik hier kom. We zijn wel al vaker in Amsterdam geweest. En nooit hier. De eerste locatie waar we een paar dingen van onze vlog gaan opnemen. Onze motivatievlog. Ziet er leuk uit. Toepasselijk, vind ik. Positiviteit. Positiviteit. Een positieve... De hele wereld is een... Niet dat het koud worden. Smakelijk. Er staat op dat de ferry gratis is. Dus we gaan gewoon de kans nemen. We weten niet waar we naartoe gaan, maar we gaan het gewoon doen. Let's go. Ik denk dat het letterlijk een tocht is van 20 seconden. We zijn er al bijna. We staan aan de achterkant, maar goed. 20 seconden, meer is het niet. Die glimlach is onbetaalbaar, Stijn. Daar gaan we naar boven. Dat is ommel. 35 euro. Nummer 1, 3, 2, 1. Tot de andere positie. 3, 2, 1. Daarnet stonden we, ik zal het proberen te tonen, aan de overkant van het Centraal Station in Amsterdam. We zagen de veerpontjes overgaan, dat was gratis, we zagen we gaan erop springen. Kijk wat er van komt, super mooi uitzicht. Straks gaan we schommelen boven Amsterdam. Helemaal geen fan van hoogtes, was ik even helemaal vergeten.
Maar goed, we zijn hier onder andere om onze comfortzone te doorbreken. Daar staat de schommel al. Spannend. Het angstzweet breekt mij bijna uit. Er echt geen zin in. Gelukkig dat het hier wel redelijk kalm is. Toch, ik sta met de bibber op mijn benen. Ik ben er heel eerlijk in. En zijn die het zetten? Nee. Helemaal niet. Kalm blijven. Kalm blijven is de boodschap. Bij alles wat je tegenkomt. Kalm blijven. Ja. Okay. Ja. Zeg hè? Achteraf gezien is het altijd makkelijk natuurlijk. Maar dat was net als de ochtenddouche. Het roepen op het plein in Rotterdam. Stelt niks voor. Stelt helemaal niks voor. Maar, ik moet wel eerlijk zijn op het moment zelf. Heeft het niet veel gescheeld. Zo. Zo. Je kunt ook wat drinken. Cheers. We hebben vanuit de Sky Lounge een leuk plekje gezien om iets op te nemen over comfortzone. Want daarnet zijn we alle twee, ik ben er heel eerlijk in, helemaal uit onze comfortzone gekomen. Kan je dat beamen, Reinoud? Ja, nog altijd hoogtevrees. Maar trots dat ik het gedaan heb. Ja, ik ook. Heel blij dat we het gedaan hebben. Zelfbewustzijn. Blijf bij jouw eigen DNA. Maak jezelf ook niks wijs. Als je geen zanger bent, dan ga je nooit een zangeres worden. Nee, dat is niet juist. Nee, wat ik nu zeg is, dus je moet jezelf niks wijs maken. Als je niet kan zingen, ga je geen zanger worden. Als je niet kan zingen, dan zal je geen zanger worden. En zijn we gaan doen? En nu gaan we naar het hotel, een beetje opwarmen, beelden op de laptop zetten, beelden monteren, zien wat we hebben. Voorbereiden voor morgen, het allerbelangrijkste. Genieten van de avond. Voilà, hè. Uitrusten in het hotel vond ik me geen zin niet meer voordat we wouden vertrekken. En wat bleek, dat hij gewoon in het toilet lag. Een minuutje of 15. En pas als we hem opbelden, vonden we hem gewoon terug door omdat we hem hoorden trillen in de wc. Goedemorgen, het is nu ongeveer 8 uur, iets vroeger. We gaan eerst een toertje lopen. Reinoud gaat mee met de fiets. Elke dag start ik met actie. Start jij jou al? Zie je ons hier staan? Haven Amsterdam, 8 uur 's morgens, prachtig. We gaan stelletjes aan gaan denken om terug te gaan. Hè. Helemaal kapot, maar klaar voor de dag. Tijdens het lopen heb ik mijn gsm laten vallen. Het is helemaal gebarsten het scherm. Er bestaan ergere dingen. 5 kilometer. Ik weet dus niet of dat jullie het goed zien. Daarnet zag je het niet goed, maar ja. Start de dag altijd met een goed ontbijt. Stel niet veel voor, een beetje yoghurt, een beetje fruit, alles bij elkaar. Eet smakelijk. Mensen klagen gewoon te veel. Mensen klagen gewoon te veel. Mensen klagen gewoon te veel. Hallo, mijn naam is Stijn Labeur. Motivator, coach, positivist. Hallo, mijn naam... Oké, stop. Goed, dat is het. Neem gewoon de kans die op jouw pad komt. Neem hem gewoon. Probeer te analyseren